Hallo, ik heb hier geen bereik. Ik heb een auditie hier ergens in de buurt. Zou ik me misschien even kunnen bellen? Wij zijn de Giergasten en welkom bij ons allernieuwste programma Robin Hood! In Nederland worden de armen steeds armer en de rijken steeds rijk. Het is zelfs zo dramatisch dat 2,5 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven. In deze aankomende 6 afleveringen gaan wij hier een stokje voor proberen te steken, want wij gaan proberen 1000 euro van de rijken af te pakken en dit terug te geven aan de armen. Ja, en nu zitten jullie allemaal denken van wow, hoe gaan ze dat doen? Maar wij gaan natuurlijk dat alleen doen bij degene waarvan wij denken dat ze het echt verdiend hebben. Dus in deze allereerste aflevering pakken wij Astro TV! Het welbekende programma dat tegen betaling van 90 eurocent per minuut jouw toekomst schijnt te kunnen voorspellen. Ja, Radar en Rambam hebben al bewezen dat het hele vieze oplichters zijn. En wij gaan ze daar terugpakken, want wij gaan hun een koekje van eigen deeg geven. Ja, wel leuk. Oké, jongens, Martijn kon er vandaag helaas niet bij zijn met het overleg. Maar wij moeten even een vet idee verzinnen hoe wij 100 euro, denk ik, gaan afpakken van Astro TV. Ja, Astro TV is wel echt een miljoenenbedrijf. Want hoeveel belminuten hebben ze ook weer? 300.000 per maand. Dus 100 euro moet makkelijk. Ja. Met gemak. Ja. Met gemak. Maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, Astro TV die pakt zijn eigen slachtoffers, om het zo maar even te noemen, door middel van telefonische kosten. Kunnen wij niet hetzelfde doen? Kunnen wij niet gewoon het 0900 nummer opstarten en dan inbreken bij Astro TV en dan met hun telefoon ons bellen? Ja, dus wij moeten gaan inbreken op hun kantoor. Ja, en dan met hun telefoon, hun zakentelefoon, naar onze 0900 lijn bellen. Dat is top! Maar kan je een eigen 0900 lijn beginnen? Dat weet ik helemaal niet. Ik heb geen idee. Dat moeten we even uitzoeken. Okay. Hier, 0900 nummer aanvragen. Binnen 24 uur, dat kan gewoon. Ja? Ja, dat kan. Elk bedrijf kan gewoon een 0900 lijn aanvragen. Qua kosten, ik hoop niet dat je dan vast zit aan een abonnement. Hier, 80 eurocent gaat naar bedrijf, wij dus. Ja. 10 eurocent gaat naar de provider. Dus we kunnen 80 eurocent per minuut verdienen, dat is de max. Dit is goed jongens, dit is goed. Dit gaat Martijn ook heel vet vinden. Voor dit servicenummer betaalt u 90 cent per minuut. Met een maximum van 45 euro per gesprek. Dus Niels, wij gaan apart naar binnen. Laten we zeggen dat jij eerst gaat. Ja. We moeten nog even een knoopcamera bij jou installeren. Ik ga naar binnen met een smoes dat ik ergens een sollicitatie heb. Ja. En ik heb dit adres doorgekregen en mijn telefoon doet het niet. En ik wil graag even bellen om te kijken waar ik wel moet zijn. En dan vervolgens wordt het nummer doorverbonden met deze telefoon. We hebben hem ingesteld op deze telefoon. Ja. Dus Astro TV, here we come. Zet hem op, tijger. Hallo, zou je misschien de deur even kunnen overdoen? Als het goed is heb ik hier een sollicitatiegesprek. Hi. Hoi. Goedendag. Martijn. Henry Beek. Volgens mij was het bij een ander bedrijf. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Want we zijn met 12 man en iedereen zit elkaar aan te kijken van een sollicitant. Waarom zou je nu gepakt kunnen worden? Wie moet je daar hebben? Sorry? Wie moet je daar hebben? Het is voor een auditie of zo. Ik had met energie zo gesproken. Als je tot het einde daar loopt en even kijkt wie je tegenkomt. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Hallo, ik heb hier geen bereik. Ik heb een auditie hier ergens in de buurt. Zou ik me hier misschien even kunnen bellen? Ja? Oh ja, thanks. Kunnen ze... Hey. Hij belt! Welkom bij de geldophaalservice van Robin Hood. Hey, met Martijn. Ik sta nu op het adres wat in die mail staat, maar ik zie nergens waar ik moet zijn. Als je nu geld wil aftroggelen van Astro TV, blijf je dan vooral aan de lijn hangen. Ja, Martijn. Maar jongens, ik heb dus geen bereik, dus ik kan zometeen ook niet bellen, dus dat is een beetje vervelend. We zijn pas 3,5 minuten onderweg. Martijn heeft het zwaar. Julia is nu met Sjors aan het bellen. Julia is nu aan het bellen met Sjors, dus als je nog even kan blijven hangen, sorry voor het ongemak hoor. Ben je met Sjors aan het bellen? Ja. We zijn nu 15 minuten onderweg. Gaat goed. Niels? Nee, dat is helemaal niet mijn fout.
Sorry. Op de gang bellen? Sorry hoor. Hij wordt weggestuurd. Hij wordt weggestuurd. Ja? Oké, kan ik voor de zekerheid nog even, mocht je telefoon zo nog werken, je telefoon noteren? 1-0. 8-8. 6-6. Wat zei je? Nee, 8-8. 8-7. 8-8. Ja. 7-4. Oké, hartstikke goed. Heb ik genoteerd. Maar dan loop ik hier nu weg. Mag ik? Wie? Nou, weet je het zeker? Ik weet het heel zeker. Ik wil hier nog weg. Zo kut. Zo kut dat het doet? Ik dacht, nou, een beetje bellen, maar als je 5 keer het zelf hebt gezegd, dan is het op een gegeven moment, ja, ja. Nu weet je het wel, nu moet je die telefoon nog teruggeven, weet je wel. Ze zijn op een gegeven moment kwamen door te kijken, want ik ben nog steeds aan bellen. Maar ja, hoeveel lang? 34? 34 minuten en 12 seconden. Wat? Dag 2! Ik ben nu al gezien, dus ik kan nu eigenlijk niet meer mee, dus het is nu aan jou. Nee, daarom ga ik het nu proberen en dat ga ik doen als ambtenaar. Ik ben namelijk van de gemeente Hilversum en ik kom een veiligheidscheck uitvoeren. Dat ga ik samen doen met mijn lieve collega. Met mij, Joost! Voor de kijkers even, Niels gaat die telefoon niet vragen. Nee, hij Niels moet hem pakken. Hey, ja? Yes! High five! High five! Gaan ze dan. Ja, goedendag. U spreekt met de gemeente Hilversum. Met Robin Hood, wij komen een brandveiligheidscheck uitvoeren. Zouden wij even naar binnen mogen? Oké, dank u. Hier, deur SVP gesloten houden in verband met brandveiligheid. Ze zijn er al op voorbereid. Ja, ik voel hun spanning nu. Want het kan heel goed heel fout gaan, want Niels kan niet vragen naar die telefoon. Die moet hem gaan pakken en dat is een heel klein kantoor. En misschien gaat die telefoon nog een geluidje maken als je hem oppakt, ik weet het niet. En dan moet hij ook nog naar Joost en dan moet hij ook nog terug. Dus het is echt... Hoi. Goedendag. Kom even een brandveiligheidscheck uitvoeren. Heeft u iets van een brandblusser hier aanwezig? Dat weet u niet. Oké. Ja, hier is een brandslang, klopt. Nee, maar die doet het niet. De cv is kapot. Oké. Het moet normaal maar gekeken te zijn, maar het is hier altijd ijskoud. Ja. Oké, dan ga ik nog heel even op zoek naar... of nog even bij AV Select. Ja, aan het begin. Dank u wel. Dus dit is echt onmogelijk. Er zijn 2 mensen aanwezig. Helemaal in de hoek van een kantoor waar niemand zit. Maar dan moet ik dus helemaal daar naartoe terwijl ze mij aankijken. Dat is gewoon niet te doen. Maar geloof eens, ja. Ja, zo lang. Dit duurt te lang, jongens. Kom op. We gaan met z'n tweeën gewoon naar binnen. Oké, wat is onze verhaal? Oh, de cv is kapot. Dat is onze info. Was de cv kapot? Ja, de cv is niets mee. Maar ik weet helemaal niks van cv-keutels. Ja, maar je moet... Veel te lang. Het is nu echt gewoon 25 minuten later. Oké, let's go. Ik dacht dat het iets met de cv is. Zo kut om niet te weten wat vandaag gebeurt, jongen.